Welkom bij het kenniscafé van de Flevolandse Energieagenda, de VEA. De VEA gaat over alles wat betrekking heeft op kennisoverdraging over lokale en regionale samenwerking aan en in de energietransitie. Wat kunnen bedrijven en instellingen in Flevoland leren van deze initiatieven die er zijn? En vandaag ga ik in gesprek met Harold Hofstra, gedeputeerde, maar vandaag ook vooral in de rol van voorzitter van de VEA. En wij gaan samen in gesprek daarna met onze tafelgasten over mooie onderwerpen. Het participatieonderzoek Energietransitie Flevoland en natuurvriendelijk isoleren. We gaan beginnen. De energietransitie die raakt ons allemaal. Of je nou een bedrijf bent, als overheid zijnde, of als je nou een energiecorporatie bent. De energietransitie komt op ons af. Dat zijn allemaal uitdagingen waar we voor staan met elkaar. De Flevolandse Energieagenda is vooral opgezet om met elkaar ook tot uitwisseling van ideeën te komen. Elkaar te inspireren, elkaar ook te ontmoeten. Juist ook ontzettend veel kennis zit er in de Flevolandse Energieagenda. De ondernemers die daar bij elkaar betrokken zijn, die kennis bij elkaar brengen. Om juist de uitdagingen waar we voor staan, om die handen en voeten te geven. Harold, welkom. Dankjewel. Ik mag Harold zeggen, we hebben afgesproken dat we elkaar tutoyeren vandaag. Ja, lijkt me goed. Jij zit hier dus, wat ik zei, als gedeputeerde, maar vooral als voorzitter van de VEA. En hoe is dat nou om vooral die functie uit te voeren? Nou ja, kijk, ik ben natuurlijk al even gedeputeerde sinds 2018. Maar sinds juni van vorig jaar heb ik ook de energietransitie, de portefeuille energie in mijn portefeuille gekregen. Ja, en ook de Flevolandse energieagenda is daar onderdeel van. En wat mij is opgevallen de afgelopen tijd is wel dat er ontzettend veel energie in die agenda zit. Dat er heel veel ondernemers zijn die iets willen. Energie in de agenda, dat is natuurlijk wel een hele mooie woordspeling hierin. Ja. Nou ja, en die hebben we ook nodig. Die energie, omdat we juist ook samen met die ondernemers, ik heb het al eerder ook even genoemd, hè, juist ook met die ondernemers, die kennis die er zit, de uitwisseling, maar ook inspireren elkaar, dat hebben we keihard nodig, ook hier in Flevoland. En dat is me echt opgevallen dat die agenda daar een geweldig platform voor is en een mooie aanjager voor is. Ja, en als je het dan hebt over de ontwikkelingen in de regio. Over die, je noemt dan al van de ondernemers die energie die zij uitstralen en gebruiken in dat platform. En wat voor ontwikkelingen hebben we het dan over? Ja, goed. Nou ja, je ziet natuurlijk enerzijds zie ik echt Flevoland. En misschien is dat een dooddoener, maar het is echt zo. Ook juist op de energiegebied is echt een pionierprovincie. Er zijn echt ondernemers die iets willen, die ervoor gaan. Of dat nou is in het kader van windenergie, zonne-energie of ook waterstoftransitie. Daar is echt heel veel kennis, kunde en innovatiekracht aanwezig. Anderzijds is wel een ontwikkeling die op dit ogenblik ook gaande is die netcongestie. Daar worden we als Flevoland echt stevig door getroffen. Samen met een tweetal andere provincies, Utrecht en Gelderland, zitten we in een soort pocket, om zo maar te zeggen, noemen we dat. Waarbij de netcongestie in ons gebied behoorlijk aan de orde is. En je ziet dat ook bij de ondernemers. Ze willen door, ze willen die innovatie pakken. Maar ze worden soms geremd, gehinderd door de congestie. Ik wil zeggen inderdaad, want de provincie is natuurlijk ontwikkelingsprovincie. Hè? Dat is in alle gemeenten zijn veel innovatieve ontwikkelingen. En heeft het daarmee te maken ook dat dan die netcongestie hier juist zo aan de orde is? Nou ja, het heeft enerzijds natuurlijk, we zijn natuurlijk echt een enorme groeiprovincie, zowel voor onze bedrijven, maar ook voor onze woningen. We hebben een woningopgave van pakweg 100.000 tot 120.000 woningen de komende jaren. Nou, dat is niet niks. Maar wat we gewoon zien is dat enerzijds Liander de dingen, het op zich goed op orde heeft hier in de provincie. Maar we zien gewoon een landelijk probleem van netcongestie. Waarbij inderdaad de landelijk leverancier Tennet onvoldoende stroom kan leveren om deze ontwikkelingen mogelijk te maken. Ja, dus ondanks alle mooie windparken, de zonnepanelen, is dat gewoon de energie die dat oplevert, kan niet doorgezet worden. Nou ja, dat is soms wel eens dubbel, hè? Want dat krijg ik ook wat horen. Hè? Van hoe kan het nou? De meest duurzame provincie van Nederland, verantwoordelijk voor de grootste duurzame energieopwek, ook in Nederland. Hoe kan die nou met de netcongestie zitten? Nou, het is enerzijds netcongestielevering aan het net, maar ook afname aan het net. Dus nieuwe bedrijven die bedrijven willen starten of extra willen uitbreiden. Extra energie te krijgen, extra elektriciteit te krijgen. Daar zit een probleem. Maar ook wel weer het leveren aan het net van de windmolens. Nou,
Anderzijds geeft dat ook alweer een oplossing, geeft dat een mogelijkheid. We kunnen juist gaan zoeken naar oplossingen om die energie die we hier opwekken, om die ook hier te houden of misschien tijdelijk op te slaan. Dat kan in batterijen, maar dat kan ook in waterstof. Of we kunnen inderdaad combinaties maken met woonwijken of met bedrijventerreinen. Ja, en daarvan zie ik ontzettend veel mooie ontwikkelingen waarin ondernemers ook een belangrijke rol spelen. En wat wil je daarover, want het netwerk, de VEA, dat is een prachtig mooi netwerk. Daar zitten zowel ondernemers als ook organisaties in. En als je dan bedenkt wat je nu net vertelt over die netcongestie en alle mogelijkheden die er hopelijk in de toekomst komen. Wat wil jij dan dat netwerk daarover meegeven? Als een, misschien wel als een hart onder de riem. Nou ja, ik denk juist het netwerk wat ik mee wil geven, blijf niet te lang in je eigen bedrijf of in je eigen cocon worstelen met het probleem wat je hebt rondom netcongestie. Zoek mensen op. Zoek de provincie op. Zoek je gemeente op. Maar zoek ook bijvoorbeeld een horizon op die ondersteuners heeft. Maar zoek ook elkaar vooral ook op. En we hebben bijvoorbeeld ook EVE, het Energie Expertise Centrum Flevoland. Die kan ook ondernemers begeleiden en helpen. En ik merk dat dat heel veel mogelijkheden biedt. Ik ben bijvoorbeeld in Noordoostpolder geweest bij Stream Energy. Daar komen we zo op. Ja. Waar echt mooie voorbeelden zijn. Dus zoek elkaar op. En met elkaar, twee weten er meer dan één. Ja. En daarmee dus ook geven wat je zelf verzonnen hebt ook door aan je mede-ondernemers. Juist. Ja. Want ik zie denk dat, in oplossingen. Ik zie dat echt gebeuren. Ondernemers willen dat ook delen. Ja. Dus daar zit het hem niet. Ja. En dan komen we op die voorbeelden. Want je hebt, dan is dat misschien wel meer uit de rol van jou als gedeputeerde of de functie die je daarin hebt. Ja. En de combinatie met de VEA. Je maakt prachtig mooie bedrijfsbezoeken. Ja. Ik zie nu een foto van. Daar ben ik inderdaad bij Alphen in Almere. Dat is ook een geweldig bedrijf, groot bedrijf, wat ook enorm aan het groeien is. Alphen neemt gemiddeld 20 tot 30 extra mensen aan per maand. Dus dat is een enorme hoeveelheid werk wat ze hebben. Want ze werken vooral met name in het maken van laadpalen, maar ook in batterijopslag. En ook in transformatorhuisjes, om zo te zeggen. Nou, je ziet gewoon dat daar, ze kunnen het werk bijna niet aan. Hebben pas geleden een nieuwe hal geopend van 24.000 vierkante meter. Om inderdaad te voorzien in de behoefte die nodig is. Ja, maar je ziet daar zoveel kennis, zoveel kunde. Maar ook een heel mooie opleidingsinstituut hebben ze zelf in huis. Om mensen ook verder te werken. Zij scholen hun eigen personeel. Oh, dat is mooi. Ja, dat is echt een heel mooi concept. Ja. En die academie die werkt ook samen met andere bedrijven, maar ook samen met hogescholen, met mbo's. Ja, en dat vind ik een heel mooi concept. Dus daar wordt echt het ook niet alleen het personeel van de toekomst, maar ook gewoon mensen die daar binnenkomen vanuit een ander werk wordt daar gewoon opgeleid. Dus het maakt niet uit wat voor, misschien moet je wel een beetje technische achtergrond hebben. Maar je kan daar altijd terecht als je daarvoor wil gaan. Nou, inzet is vooral, dat is de eerste belangrijk. Gemotiveerd, dat is belangrijk. En ze hebben daar functies variërend van mbo 1 instroom tot, want ze hebben ook een research en development afdeling van 200 mensen. Waar echt hbo en universitair geschoolde mensen zitten. Ja, in die volle breedte hebben zij gewoon ruimte voor mensen om aan het werk te gaan. Wat mooi, wat een prachtig voorbeeld. Ja. Ook weer een voorbeeld voor andere bedrijven van hoe het dus kan. Juist. Ja, en zij zijn dus ook aan het nadenken op het industrieterrein waar zij zitten. Hoe kunnen wij met onze techniek die we hebben, met de batterijopslag die we hebben en de kennis en kunde die we hebben, hoe kunnen wij het congestieprobleem in een bredere zin, niet alleen voor ons eigen bedrijf, maar ook voor onze buren of voor onze overburen, met elkaar oplossen. Wat mooi. Ja. Ja. Maken we de brug naar de Noordoostpolder. Stream Energy. Ja. Stream Energy is ook een mooi initiatief. Ben ik ook enige tijd geleden geweest. Heb ik ook namens Flevoland heb ik mee mogen tekenen. In een convenant wat we hebben met allerlei bedrijven die daar zitten. Nou, en je ziet dat is echt een initiatief. En soms kan het klein beginnen. Hè? Dus een wat groter bedrijventerrein. Maar daarvan zeiden 15 ondernemers. Wij gaan aan de slag met elkaar. Nou, en het was een soort zwaankleef aan principe. Ja, kwamen steeds meer bij. Kwamen steeds meer ondernemers ook bij. En die hebben dus ook met elkaar ook gekeken. Maar ook samen met de Lianders van deze wereld. Dus de netbeheerders. Hoe kunnen wij ruimte creëren binnen ons bedrijventerrein. Zodat we toch energie kunnen vrijspelen als het ware. Om bijvoorbeeld nieuwe bedrijfsvestigingen of uitbreiding van bestaande bedrijven ook mogelijk te maken. Ja, staat ook zo mooi eronder. Hè? Op weg naar een nieuwe en slimme verdeling van energie. Op industrieterrein, dit gaat dan over Nagelerweg, de Emmeloord. Dus het is gewoon een samenvoeging van al die initiatieven die ze daar, dat ze samen zorgen dat iedereen genoeg stroom heeft. Ja, en dat vergt ook een stukje vertrouwen in elkaar. Hè? Want als je als bedrijf zijnde nu een deel energie over hebt die je niet gebruikt. Ja, als je dat inzet
voor de groep. Ja, wat garandeert je dan als je dan moet uitbreiden dat je die energie weer kan krijgen? Ja. Nou ja, en dat werkt op een geweldige manier. En dat, dat is. Hier kunnen we natuurlijk nog heel lang over door. Maar we hebben zo meteen een paar mooie tafelgesprekken voor de boeg. Over het participatieonderzoek van de RES. Specifiek onder de jongeren. En over natuurvriendelijk isoleren. Heel kort. Wil je daar alvast een schot voor de boeg doen wat je daarvan verwacht? Nou ja, ik ben heel benieuwd natuurlijk naar de uitslagen rondom de RES, hè, jongerenparticipatie. Jeugd is volgens mij ook echt de toekomst natuurlijk, ook juist in dit onderwerp. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe we dat gesprek ook zo met elkaar gaan volgen. Ja, het natuurvriendelijk isoleren, ik weet daar gelukkig al iets meer van. Omdat ik ben ook, ik heb ook de portefeuille natuur. En ik ben ook landelijk binnen het IPO, ben ik een van de ambassadeurs van Natuur Inclusief Nederland. Om inderdaad ook juist dit soort initiatieven inwonen te stimuleren en te ondersteunen. Mooi, we gaan aan tafel. Prima. Harold en ik zijn inmiddels aan tafel geschoven hier in deze mooie talkshow setting. We hebben een paar mooie gasten aan tafel, Harold. Nou, lof. Ja, ik zal ze zich eerst even laten voorstellen. Sebastiaan, vertel. Ja, aangenaam iedereen. Ik ben Sebastiaan. Ik ben jongerenvertegenwoordiger van Jong Regio. Een vrijwilligersorganisatie die algemeen heel Nederland regio's indeelt. Waarbij we jongerenvertegenwoordigers hebben die hun eigen projecten aangaan. Om participatie tussen jongeren voor de duurzaamheid eigenlijk te verhogen. Maar eigenlijk doen we een beetje van alles. Precies, ja. En wat jij ergens van vindt en waarom jij dat nou zo mooi vindt om te doen, daar komen we straks nog uitgebreid op terug. En jij studeert? Ik studeer natuur en sterrenkunde op de Universiteit van Amsterdam nu. Ja. We zijn heel benieuwd straks naar wat jij vindt van wat Shannon, want jij zit aan die kant, wat jij ons zo meteen allemaal gaat vertellen. Ja. Ja, mijn naam is Shannon Spruit. Ik ben een van de oprichters van Populitics. Wij specialiseren in burgerparticipatie, wel in brede zin. We organiseren heel veel online raadplegingen. En we hebben vooral heel veel inwonersparticipatie rondom de energietransitie georganiseerd. En wij hebben dus voor Flevoland een onderzoek gedaan naar de perspectieven van jongeren op dit onderwerp. En vandaag ga je daar iets vertellen over de resultaten daarvan. Ja, ik ga een paar lessen delen. Ja, mooi zo. Ties, ja. Hey. Ik eindig het voorstelrondje bij jou, maar we beginnen ook het gesprek bij jou. Mag je eerst vertellen natuurlijk van wat doe jij? Ja, ik ben voor de regio Flevoland de coördinator van de RES. En de RES, het wordt al een aantal keer gevallen, staat voor regionale energiestrategie. Ik mag dus dat ambtelijk coördineren, de voorbereiding voor alle afspraken die daar binnen gemaakt worden. Ja, en jij zei een keer van nou, het gaat ook over het niet fossiele energie vlot trekken. Ja, zo zou je het kunnen samenvatten. De overheden in Flevoland werken samen aan de energietransitie. De RES maakt daar onderdeel van uit. De regionale energiestrategie gaat met name over welke afspraken gaan we maken. Maken we in Flevoland om gezamenlijk voldoende energie op zo'n manier op te wekken dat we geen fossiele brandstoffen meer nodig hebben. Dat is een mooie uitdaging. Dat is zeker een mooie uitdaging. Ja, ja. En toen hebben jullie bedacht van er moet een onderzoek komen? Of is dat te kort door de bocht? Nou ja, ik zei al, in de RES maken overheden afspraken over hoe we energie kunnen opwekken. Maar overheden wekken natuurlijk geen energie op. En overheden gebruiken wel energie, maar ook niet de grootste gebruikers. Er zijn vooral afspraken die je met elkaar maakt. Hoe gaan we de samenleving inrichten? De samenleving op een goede manier. Bedrijven, inwoners, bewonerscoöperaties. Daar vorm aan kunnen geven. Maar dan is het ook wel handig om aan de voorkant rekening te kunnen houden. Met wat kunnen inwoners, bedrijven aan? Wat willen ze? Hoe zien ze dat zelf? Dus we verrichten ook onderzoek naar hoe de Flevolander eigenlijk over denkt. Dat al die windmolens verstaan. Dat er zonnepanelen op daken komen. Of misschien zelfs ook in weilanden. Al dat soort aspecten van de energietransitie zijn we ook natuurlijk heel benieuwd hoe de Flevolander daarover denkt en hoe ze daaraan willen bijdragen. En jullie hebben toen Shannon, Populitics, ingehuurd voor een mooi onderzoek. Ja, we hebben een Populitics gevraagd om dat voor ons te doen, omdat zij een hele specifieke manier hebben ontworpen om dat te doen. Waarin de Flevolander ook echt aan het woord kan komen en daarin keuzes kan maken. Dus dat onderzoek hebben we laten doen een jaar geleden. Alleen aan dat onderzoek deden heel weinig jongeren mee. Moet ik zeggen, je zat vrij lang achter je scherm om dat allemaal in te vullen. Dus we snapten dat ook wel. Dus toen kwam er een vervolgvraag. Ja,
denken jongeren nu anders over die energietransitie dan wat we nu gemeten hebben onder Flevolanders? Ja. En wat denk je zelf? Denken jongeren anders? Uit de eerste peiling, die Populix Gouden, kwam een aantal vermoedens naar voren. Dat jongeren wel eens anders zouden kunnen denken. Wellicht, hè, dat hoor je vaker, meer betrokken zouden zijn bij het klimaatvraagstuk. Dat gaat natuurlijk aan de energietransitie vooraf. Hè. Hebben we last, krijgen we last van klimaatverandering en kunnen we daar aan bijdragen met een energietransitie? Het vermoeden was dat jongeren daar meer betrokken bij zouden zijn en dat ze daarin misschien wellicht ook andere keuzes zouden maken. Ik heb eerder van een onderzoek gehoord dat jongeren zeggen: als ik maar kan blijven vliegen, kom erop met die windmolens. Nou, dat zijn dan de vooroordelen waarmee je zo'n onderzoek ingaat. Ja. Wat leuk. En jullie hebben dan ook de vraagstelling bedacht van wat je graag zou willen dat eruit zou komen. Ik weet niet in hoeverre jij daar ook bij betrokken was, Harold, bij de voorbereiding zeg maar, van dat hele onderzoek. Nee, maar we hebben wel volgens mij ook, we hebben binnen de rest ook de maatschappelijke adviesraad. Hè, dus we hebben daar ook wel even gepolst van wat zouden nou dingen zijn die daar in ieder geval in moeten komen. Nou, dat heeft volgens mij wel tot een mooie input geleid. En ook samen met de onderzoekers ook het fijn en scherp gesteld. Ja. Ja. Nou, dan zijn we natuurlijk heel benieuwd, Shannon. Dan komen we bij jou. Ja. Misschien jullie hebben dat onderzoek wat gedaan. We gedaan hebben. Want we hebben eigenlijk drie verschillende dingen gedaan. Ja. Kunnen wij het plaatje? Ja, zeker. Ja. Want op het eerste plaatje zien jullie wat we eigenlijk dus een jaar geleden hebben gedaan. Dus die participatieve waarde-evaluatiemethode, waarbij we dus mensen afwegingen laten maken. Dus dat was voor die hele. Dat was voor de hele. Iedereen, voor iedereen in Flevoland kon hier aan meedoen. En dan maken mensen afweging tussen verschillende dingen die je kunt doen eigenlijk als provincie Flevoland zijnde om de energietransitie verder te brengen. Maar ja, daar kwam dus uit omdat er niet superveel jongeren meededen. En die meededen leken net andere voorkeuren ook te hebben dan de rest van de populatie. Dus we dachten, ja, dat moeten we uitzoeken. Want het kan ook zijn dat ze denken, ach, ik ga er even snel doorheen, dus ik klik maar wat aan. Nou, het kan zijn dat je met een bepaalde methode een hele specifieke groep jongeren bijvoorbeeld betrekt. Dus die misschien dus ambitieuzer zijn wat betreft de energietransitie. Of dat je op een manier een bias hebt geïntroduceerd. En als je niet genoeg jongeren hebt, kan je dat niet met zekerheid zeggen. Dus dan moet je eigenlijk extra onderzoek doen. En daarom hebben we dus ervoor gekozen om twee extra activiteiten uit te voeren. Eén is samen met Swipocratie hebben we dus een Swipocratie opgesteld. Swipocratie. Ja. Ja, dus dat is. Swipen is van de dating app, zeg maar, van swipe links, swipe rechts. Ja, dat is exact. Dus in plaats van mensen heen en weer swipen, swipe je stellingen van dit bevalt me wel of dit bevalt me niet heen en weer. En dat is een methode die dus door Florian Franke vaak wordt toegepast, ook rondom de energietransitie, om jongeren te betrekken. Dus dat hebben we eigenlijk die raadpleging die we eerder hebben gemaakt, hebben we in een ander format gegoten. Om daarmee dus jongeren alsnog online extra te bevragen. En wat we ook hebben gedaan is groepsgesprekken. Een aantal groepsgesprekken hebben gedaan met jongeren op een mbo. Om eigenlijk die verdieping te zoeken. Dus waar je bij een swipe gaat zien, natuurlijk op stellingen heen en weer swipt, leer je eigenlijk niet precies wat eronder zit. Ja. Maar we wilden eigenlijk weten wat zijn de argumenten die jongeren gebruiken. En waar zijn ze mee bezig? Dus echt in gesprek met de doelgroep zelf. Ja, zeker, zeker. En dat was een bewuste keuze om dat alleen bij mbo-scholen te doen? Wij hebben het een aantal keer uitgevoerd. En vanuit het Veerda-college in Emmeloord kregen we ontzettend enthousiaste reacties. Dus we hebben gewoon die kans gegrepen om dat daar uit te voeren. Dat is een mbo. Ja. En wat heel leuk is dat die jongeren technische opleidingen volgden. Dus die ook daadwerkelijk een rol kunnen spelen in die energietransitie. Ze waren ook wel benieuwd van deze specifieke doelgroep, die eigenlijk zo belangrijk daarvoor is. Hoe staan zij hierin? Ja. Zijn ze hiermee bezig? En wat we heel erg merkten is dat je dus echt het moet zien als een soort van complementaire manieren om jongeren te betrekken. Dus het zijn drie verschillende, of we hebben eigenlijk op drie verschillende manieren wat geleerd over jongeren. En je merkt ook dat je daarmee net een andere groep bereikt. En dat je dus ook, misschien moeten we naar de volgende. Ik wil zeggen, want jullie hebben alles samengevoegd. En dit wat we nu zien is een voorbeeld. Nou, dit is een voorbeeld van de uitkomsten. Wat ik denk wel interessant is. Maar zeg maar die vraag van ik vind meer windparken in Flevoland oké. Dat was in de Swipocratie ja of nee? Ja, klopt. Klopt. Dus 48% van de inwoners vindt meer windparken. Van de jongeren vindt meer windparken in Flevoland oké. Ze zijn daarmee, dus vanuit de PWE hadden we eigenlijk, de participatieve waarde-evaluatie, het eerste onderzoek.
Toch onderzoeker, hè? Dan gebruik je al die verschrikkelijke termen. Hadden we het vermoeden dat, dat jongeren wat positiever ten opzichte van windparken zouden staan dan de rest van Flevoland? En eigenlijk zien we dat niet zo heel erg bevestigd in de Zwijpacatie, maar ook zeker niet in de discussies die we met jongeren hebben gevoerd op het MBO. Daar merkten we eigenlijk dat ze zelfde soort bezwaren en afwegingen hebben als de rest van de samenleving. Dus dat ze het soms lastig vinden omdat windmolens niet mooi zijn. Dat ze het idee hebben van, nou, we hebben al best wel veel in Flevoland. Kunnen anderen niet wat meer neerzetten? En zich ook gewoon zorgen maken over wat dat doet met een landschap bijvoorbeeld. En of ze er wel genoeg van terugzien. Of we niet voor de rest van Nederland aan het produceren zijn. Ties, had je dat verwacht eigenlijk? Dat zoiets eruit zou komen? Ja, het beeld, zeg ik al van tevoren was. Jongeren zijn misschien wat meer betrokken en willen misschien wat meer maatregelen. Dat leek ook uit het eerste onderzoek te komen. En nu zie je dat bij de Zwijpacatie dat toch wat genuanceerder ligt. Zeker bij de gesprekken verder. 48% is best nog wel een hoog percentage, maar het is minder dan de helft. En dan bij de gesprekken door, die daarna gevoerd zijn, hoor je inderdaad dat eigenlijk gewoon dezelfde afwegingen en bezwaren als wij allemaal ook met elkaar aan de keukentafel bespreken, eigenlijk gewoon onder jongeren leven. Dus de simpele gedachte, jongeren willen wel, die blijkt ook daadwerkelijk te simpel. Ja. Terwijl ik het wel opvallend vind, want als ik, dat is niet representatief uiteraard, maar als ik het aan mijn zoon van 15 vraag, van, ja, wat vind je nou van die windmolens? Dan haalt hij zijn schouders op, ja, die zijn er toch gewoon. Ja. Dat is hier in Flevoland. Ik weet niet anders. Ik weet niet anders. Ja. Ze zijn toevallig wat hoger geworden. Ja. Dus. Maar die zitten er ook in, hè? Ik bedoel, eigenlijk zie je vooral dat er gewoon de diversiteit die we hebben in onder alle Nederlanders in hun voorkeuren voor de energietransitie en wat er allemaal kan, dat je dat ook gewoon onder jongeren ziet. Dus nee. Het is niet zo heel duidelijk dat er dan jongeren op een bepaalde manier erin staan. Maar jongeren zijn niet echt een speciale groep, nee. Nee, het zijn ook gewoon hun mening en bezwaren uiteindelijk. Ja, dat. Dat is ook weer een beetje van die vocale minoriteit die dan heel erg ver vooruit wordt getrokken. En dan, ja, degene die wat teruggelegen zijn of geen mening hebben, die hoor je niet echt. Ja, of hun mening niet zo ventileren, zeg maar. Ja. Maar ja, ze zijn gewoon normale mensen eigenlijk. Gewoon. Zijn net mensen, die jongeren. Ja, absurd om te zeggen. Ja, maar die voordeel is er wel van dat jongeren heel erg voor duurzame energie zijn. Ja, dat is wel zo, maar dat, dan heb je weer allerlei moeilijke en complexe informatie eromheen van, ja, wie gaat dat betalen, waar moet het geplaatst worden, wat gebeurt er met de natuurgebieden. Dat is allemaal weer complexe dingen die allemaal, ingewikkeld maken. En ik denk dat daar een beetje de jongeren een beetje afhaken van, er worden verwachtingen gecreëerd die niet kloppen. Ja, klopt. Of meer misschien anders het gevoel dat ze eigenlijk niet echt zoveel effect hebben ermee. Dat ze niet echt veel kunnen bereiken daarmee. Ja, dit gevoel, ik denk dat wij dat ook wel hebben opgepikt. Dus we zijn nu naar een volgend beeld gegaan. We merken dat het sowieso best lastig is om jongeren te betrekken bij zo'n thema als energietransitie. En ik heb hier ook met Florian dus van Zwijpacatie over gehad. Hij zei, het lijkt wel ook steeds moeilijker te worden. En we zien ook in die Zwijpacatie dat er best wel een aandeel zegt van, nou ja, die klimaatverandering, dat is eigenlijk helemaal niet zo'n probleem voor mij. Hou je maar bezig met het bouwen van woningen. Dat is urgenter, want ik moet gewoon ergens wonen. Ik wil niet meer bij mijn ouders wonen. Ja. Maar wat wij merkten is dat in de stellingen je dat leert. Maar we gingen ook een beetje doorvragen. En je merkt dat in die groepsgesprekken ook wel heel erg naar voren kwam. Van ja, ik zie mezelf niet per se als iemand die nou heel veel kan doen daarin. Dus ik heb het idee ook dat jongeren niet per se heel veel handelingsperspectief hebben. En daardoor dan ook zich niet zo met dat thema dan bezighouden. Want het heeft, ik denk, waarschijnlijk heel groot effect wel op hun leven in de toekomst. Maar als je jezelf niet ziet als iemand die daar een heel groot verandering kan maken. En zou dat ook jouw advies dan zijn aan de overheid? Om het inderdaad behapbaar te maken, om het dichterbij te krijgen. Want klimaat, dat soort thema's zijn heel groot en inderdaad in de toekomst. Terwijl we staan nu echt voor urgente problemen. We hebben het net gehad over de netcongestie. Zou dat ook jouw advies zijn van, probeer het ook nu behapbaar te maken, wat het effect is echt voor de jongeren nu in het hier? Nou, wat je sowieso ziet is dat misschien die hele grote thema's of zo, hè, we hebben het over de energietransitie, de klimaatcrisis, dat is natuurlijk wel gewoon super groot. En daar iets in betekenen als jongeren is als mensen überhaupt, hè,
is natuurlijk overweldigend. Dus ik denk dat je het behapbaar moet maken. En ook nog op een manier die dan aansluit bij jongeren. En daarom is het ook belangrijk dat de organisaties als Jongregio bestaan om dat te kunnen doen. Ja. Ja, want dat wilde ik vragen aan jou inderdaad. Bij de introductie vertelde je al kort even iets over wat jij dan doet in, nou ja, rondom die hele energietransitie Jongregio. Ja. Dan komen we straks nog op jouw laatste dingen terug. Wat doe jij daar? Waar is Jongregio? Eerder was het Jongres en jullie, ja, de naam is gewijzigd in Jongregio. Ja, klopt. We hebben ons zicht wat verbreed. Eerst waren we wel echt gefocust op de res. Maar nu is het wat breder met wat meer andere perspectieven en meer kwesties erin gemixt. Maar Jongregio focust zich eigenlijk op het verhogen van de participatie eigenlijk bij jongeren dus. Want ja, opnieuw, jongeren die kunnen er wel voor eens zijn. Ja, maar dan moet er echt wat gedaan worden. Er moet echt wat actie ondernemen worden. En ja, hoe we dat doen, dat hangt een beetje af per vertegenwoordiger. Want in principe kan je eigenlijk ons een beetje vergelijken als een beetje freelancers eigenlijk. Aha, ja. Want we mogen in principe zelf een beetje gaan kijken waar we aan willen werken. Wat voor projecten we willen doen. En allemaal dan in de hoop om gewoon die participatie te verhogen. Ja, en is daar altijd afstemming met jou of met de res? Ja, Jongregio wil ook graag aan tafel zitten. Zoals hier aan tafel. Mm-hmm. Dus het is inderdaad, ik zie het ook als opgave om binnen de res ook zoveel mogelijk jongeren aan tafel te krijgen om dat gesprek met ze te voeren. Shannon zegt het ook al. In de gesprekken merk je pas de nuance. Dus je kunt, het is eigenlijk een cadeautje dat Jongregio probeert jongeren ook aan te sporen aan tafel te komen zitten. Daar is misschien ook wel een beginnetje om wel invloed uit te kunnen oefenen. Dus ik zie het ook als mijn opdracht om die uitnodiging die er ligt ook met beide handen aan te grijpen, ja, en met jongeren aan tafel te gaan. Ja, zo om allemaal dat behapbare wat jij noemde, van dat, ja, het ook behapbaar wordt en dat het ook in die stukjes. Voor ons ook de wijze lessen hoe we het in die stukjes behapbaar kunnen maken. Ja. Want ik snap ook wel dat het verhaal veel te breed en veel te ver weg, ja, is. En dan ga je weer focussen op je eigen leven. Ja. Dus samen met Jongregio zou ik dat patroon graag doorbreken. Maar die uitnodiging die staat. Ja. Maar ik denk dat er ook een rol voor ons ligt in de communicatie in dat opzicht. Want volgens mij is de grote onderwerpen inderdaad niet aanslaan. Maar als je inderdaad zegt, jongens, maar hier zit qua werkpotentieel voor jou in de toekomst. Hier ligt jouw baan. Hier ligt jouw broodwinning voor de toekomst. Als jij een goede technische opleiding kan volgen. We hebben de komende jaren 20.000 tot 30.000 mensen nodig in die energietransitie. Dan is het op een hele andere manier gaat het weer leven bij de jongeren. Dus ook die manier van communiceren is denk ik ook wel van belang richting de jongeren. Ja, dat bleek ook echt uit onderzoek. Ja. Wil je nog even terug naar de vorige dia? Want volgende. Staat hier nog iets op waar jij nog iets over wil noemen ten aanzien van ook de resultaten? Nou, wat ook aansluit bij de opmerking zojuist. Als je de laatste quote leest, ik zie zelf nog niet de problemen, ik merk het niet, we zijn nog jong, misschien gaan we het later merken. Bedenk dat dit een quote is van iemand met een technische opleiding. Dus die door ons, of veel mensen die zeg maar rondom de energietransitie werken, wordt neergezet als, nou, dit zijn de mensen die eigenlijk een belangrijke rol gaan spelen in die energietransitie. Die hebben hard nodig om het werk te gaan uitvoeren. Die staan eigenlijk in de kern van wat we gaan doen de komende jaren. Die mensen zien zichzelf niet als deel van dat project of van dat verhaal. En hoe kan het dat niet in de aanloop, dus de afgelopen jaren, hè, zo'n naïeve vraag, maar hoe kan het dan dat ze niet aangehaakt zijn? Als onderzoeker zeg ik dan, daar moeten we onderzoek naar doen. Ja, ja, nee, ik weet het niet. Maar dit verbaast mij heel erg dat dus die groepen waarvan we eigenlijk keer op keer zeggen, ja, die zijn zo belangrijk, dat die dus niet dat verhaal niet op die manier delen of zo. Of in ieder geval niet zichzelf daar zien als iemand die daar een rol in speelt. En daar valt misschien ook voor de provincie wat werk in te doen. Daar valt voor de provincie misschien wel wat werk in te doen. Ties, Harold? Ja, dit was wel de grote eye-opener in het onderzoek. Het rapport is nog niet klaar, maar dit is wel ook meteen de meest zorgwekkende. We gaan ontzettend veel handjes nodig hebben in die energietransitie. Letterlijk handjes in het bouwen van alles, het aanpassen van alles, maar ook heel veel denkkracht. En dat zou eigenlijk in opleidingen al verwerkt moeten zijn. Dus daar is inderdaad werk te verrichten om dat veel meer op het netvlies te krijgen en jongeren ook echt, nou ja, over perspectief gesproken, perspectief op een goede baan te kunnen bieden. Klaarblijkelijk
zijn we er nog niet in geslaagd om dat goed voor het voetlicht te brengen. Dus daar zou zeker werk te verrichten zijn, ja, denk ik. Ja. Volgens mij kunnen we daar ook echt aandacht aan besteden binnen de VEA. Hè. 2 weken geleden was ik op werkbezoek bij Windesign Flevoland, waarbij ik ook met de elektro-energietransitie in gesprek was geweest. En ook daar juist ook zie je dat inderdaad de stageplekken bij bedrijven die inderdaad hiermee bezig zijn, echt van essentieel belang zijn om de jongeren van het theoretische ook daadwerkelijk de stap te laten maken naar het praktische van, hey, wat ik hier dus leer, daarmee ga ik dus echt concreet een laadpaal in elkaar zetten. Dan ga ik echt concreet een stap zetten. En dat is belangrijk, denk ik. Ja, zolang je echt concreet maakt dat het echt gewoon een sector is waar je gewoon wel een goed leven mee kan hebben met gewoon financiële stabiliteit, dan wordt het wel wat aantrekkelijker. Ja, dus het gaat verder dan van, we moeten zorgen, ik hoor jou nog wat andere dingen zeggen namelijk, hè, van de goede stageplekken, de opleidingen moeten goed zijn, maar je moet dus ook dat andere stuk van voor je toekomstgerichtheid, financiële zekerheid, dat is voor jongeren dus misschien nog wel belangrijker? Ja, in die quote we gaan het later merken in de toekomst. Mm-hmm. Ik zie dat eigenlijk wel vaker, ja, tussen de mensen waarmee ik praat of op mijn opleiding, dat het gewoon meer een probleem wordt voor later, want nu maakt het nog niet uit. Nee. Nu is het niet zo erg of zo. Maar ja, je moet wel op een gegeven moment gaan kijken naar de toekomst. En als mensen dan zien dat, hey, dit met energietransitie, dat is iets belangrijks. Ik doe iets goeds eigenlijk voor eigenlijk iedereen. En het is ook nog eens iets wat ik gewoon goed kan doen met een goed leven erachter. Met een eigen huis misschien om het geld daarvoor te hebben. Dan maak je het inderdaad wel aantrekkelijker. En dat vinden denk ik wel veel jongeren belangrijk, ja. Dat is een mooie, mooie afronding. Tot slot bedank ik jullie allereerst voor dit mooie gesprek. En jij mag de uitsmijter, want jij wilt nog ergens een oproep doen. Ja. En wilt u meer informatie over de RES, over Jongregio, zoek vooral informatie op de website van de provincie. Of op de website van het onderzoeksbureau Populitics. Hartstikke mooi. Goed dat je dat gedaan hebt, dat onderzoek. Ties, ook heel veel succes met de doorontwikkeling van de RES. En Sebastian, voor jou de laatste oproep. Ja, dus voor de mensen die geïnteresseerd zijn, of je nou veel doet met de energietransitie of niet. In 1 juni organiseer ik samen met een paar andere mensen uit de JKB bijvoorbeeld een festival om participatie wat te verhogen. Hopelijk trekken we daarbij mensen aan die niet echt normaal gezien wat doen met energietransitie. Maar iedereen is natuurlijk welkom. En het festival is in? In Amsterdam. De locatie heet De Sering. Als het goed is, is het ergens in de buurt van Amsterdam-Sloterdijk. Maar kom gezellig langs. Er is daar gewoon muziek. Er zijn wat praatjes. Je kan daar vragen stellen. Gewoon met mensen gewoon in gesprek gaan ook. De reclames zullen ook hopelijk later wat tevoorschijn komen in Amsterdam zelf. En als de informatie bekend is, kan dat mogelijk ook gewoon via Jongregio, via de provincie, onder de aandacht gebracht worden. 1 juni, festival, speciaal voor jongeren. Ja. Maar ook voor anderen die willen weten, hey, wat kunnen jongeren daarmee doen? En hiermee dank ik mijn tafelgasten voor dit mooie gesprek. Shannon, Ties en Sebastian, dank jullie wel. Het was een mooi gesprek en ik hoop ook dat u als kijkers daar veel uw voordeel mee gaat doen met de uitkomsten van het mooie onderzoek. Natuurvriendelijk isoleren. Wat is dat eigenlijk? Daar gaan we uitgebreid over in gesprek, Harold en ik, met onze tafelgasten. Want iedereen moet van het aardgas af bijvoorbeeld. Dat betekent dat je misschien wel andere warmtebronnen aan moet spreken. Maar vooral, hoe ga je nou je huis zo mooi isoleren of je bedrijf, dat je daar toekomstgericht mee bezig bent? En dan hebben we het specifiek over natuurvriendelijk isoleren. Rondje aan tafel. Mark. Mark Brinkbaumer. Ik ben beleidsadviseur bij de gemeente Lelystad. En jij gaat ons straks van alles vertellen over soorten managementplan. Ja, zeker, zeker. Die van de gemeente Lelystad inderdaad. In ieder geval van de gemeente Lelystad. Dan hebben we landschapsbeheer Flevoland. Ja, ik ben ecoloog. Ik ben allemaal vooral bezig met mensen betrekken bij natuur en landschap. Dus dat is eigenlijk de centrale rol die wij ook hebben. En hoe lang werk je daar al? Oh, daar werk ik al 25 jaar. En altijd in deze rol of ook andere dingen? Nee, vooral deze rol. Hè. Mensen betrekken met natuur en landschap. Dat is eigenlijk het centrale deel er echt van. En ik hou me veel bezig met beschermde soorten.
Waaronder de vleermuizen en de gierzwaluwen. Ja, al die soorten van de stad. Ja. En onze derde gast, Nicolai. Hallo. Hallo, ja. Jij werkt bij de provincie? Zeker, ja. Ik ben beleidsmedewerker, vergunningverlener natuur bij de provincie Flevoland. En jij doet dat ook al een mooi poosje? Doe ik ook al een hele tijd, ja. Nog niet zo lang als Jeroen bij Landschapsbeheer werkt, maar toch al wel 17, 18 jaar. Iets. Oh, heel mooi, hè? En wat is dan de reden dat je denkt vanuit jouw vak, ik ga bij een provincie werken? Ik werd gehetterend. Oh, kijk. Dus je was gewoon het goede poppetje op de goede plaats. En op het goede moment. En op het goede moment, ja. Ja, dat was toen een echt stukje nieuwe wetgeving. En dan zie je dat overheden ook, ja, die moeten gaan schakelen. En ik was op het goede moment op de goede plaats. En over nieuwe wetgeving gesproken. We gaan het nu hebben over dat natuurvriendelijk isoleren. Mm-hmm. Daar kun jij ons even wat meer over vertellen. Ja, zeker. Ja, misschien eerst even beginnen met, tenminste, dat ik uit het draaiboek, wat is de probleemstelling? Ja, ja. In de zin van, we zitten natuurlijk midden in die energietransitie. En dat is natuurlijk aan de ene kant hartstikke goed, hè? Want we zijn huis aan het isoleren. We zoeken naar alternatieve energiebronnen. Nou, dat is allemaal ontzettend goed, denk ik, in het kader van duurzaamheid. Alleen, er is een klein dingetje aan, voor de natuur in elk geval. Er zijn ook een aantal wettelijk beschermde soorten die gebruik maken van de woningen waarin wij wonen. En die we dus met z'n allen ook druk aan het isoleren zijn. Nou ja, waarbij in ieder geval de kans bestaat dat die soorten in de knel komen. Want dan hebben ze gewoon letterlijk geen ruimte meer. Dat klopt. En die soorten zijn ook echt daarvan afhankelijk. En dan noem je dit natuurvriendelijk isoleren. Dus dat betekent dat je dus vooral rekening houdt met al die beschermde diersoorten. Ja, nou ja, al die, dat klinkt weer als dat, dat er heel veel zijn. Dat valt op zich wel mee. In Flevoland gaat het eigenlijk om vleermuizen, de huismus en de gierzwaluw. In hoofdzaak in elk geval. Over natuurvriendelijk isoleren. Wat houdt dat nou in? Nou, dat houdt eigenlijk in dat als je gaat isoleren, doe dat dan buiten de kwetsbare periode van die soorten. Mm-hmm. Maar ook als je aan het werk gaat, maak dan eerst de woning of het gebouw ongeschikt voor die soorten. Dat voorkomt eigenlijk dat die dieren slachtoffer kunnen worden, zeg maar. Of dat ze bekneld kunnen raken of nou ja, anderszins. En het derde is eigenlijk, nou ja, zorg ook dat er weer alternatieve verblijfplaatsen voor die dieren over zijn na afloop, zodat we die, nou ja, die populaties van soorten in Flevoland ook kunnen behouden. En daar staat de provincie natuurlijk ook voor, voor het behoud van biodiversiteit. Ja, daar komen we zo met Jeroen over het landschapsbeheer, komen we daar uitgebreid op terug. We hebben een mooi filmpje gevonden van de provincie Utrecht. En dat gaat over waar we straks ook over in gesprek gaan, over het soortenmanagementplan. En daar wordt perfect uitgelegd in beeld wat het inhoudt en vooral ook wat we ermee kunnen en moeten doen. Iedereen met bouwplannen krijgt te maken met de wet natuurbescherming, ook binnen een dorp of stad. Door de natuur in de bebouwde kom te beschermen, zorgen we voor een aantrekkelijke, groene en gezonde leefomgeving waar iedereen van kan genieten. Vleermuizen, gierzwaluwen of huismussen zijn voorbeelden van beschermde diersoorten die vaak voorkomen in de bebouwde omgeving. Om deze diersoorten te beschermen geldt er een onderzoeks- en ontheffingsplicht bij bouwen of renoveren in een dorp of stad. Dat geldt voor iedereen: gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars en particulieren. De provincie verleent onder voorwaarde ontheffingen. Krijgt de aanvrager de ontheffing, dan mag hij aan de slag. Met daarbij meestal de verplichting om extra maatregelen te nemen om bepaalde soorten te beschermen. Dus als een projectontwikkelaar ergens een zonnedak wil realiseren en iets verderop wil een woningcorporatie een kantoor ombouwen tot appartementencomplex en weer iets verder wil een particulier zijn woning isoleren, dan geldt voor al deze projecten afzonderlijk een onderzoeks- en ontheffingsplicht. De kosten stapelen zich natuurlijk op als iedere partij voor elk project een ontheffing moet aanvragen. Ook nemen de onderzoeken en ontheffingsprocedures veel tijd in beslag.
Onderzoek naar beschermde diersoorten kan wel een jaar duren. Daarbij komt het nogal eens voor dat dit onderzoek niet op tijd wordt ingepland, waardoor projecten vertraging oplopen. Dat moet toch slimmer, goedkoper en sneller kunnen? De provincie Utrecht gebruikt hiervoor de gebiedsgerichte ontheffing. Dit is één ontheffing voor de hele gemeente. De ontheffing geldt voor de meeste bouwprojecten met een maximum van 10 jaar. Hoe werkt dit? Als gemeente doe je één keer een onderzoek voor het hele grondgebied en je vraagt één keer ontheffing aan. Voorwaarde hierbij is dat je voor de hele gemeente een biodiversiteitsplan opstelt. Je brengt alle beschermde dier- en plantensoorten in kaart en stelt maatregelen op voor de bescherming ervan. Dit noemen we ook wel een soortenmanagementplan, afgekort SMP. De provincie Utrecht kan de ontheffing verlenen op basis van dit ene SMP. De aparte onderzoeks- en ontheffingsplicht voor de meeste afzonderlijke bouwplannen komt hiermee te vervallen. De verplichting om per project extra maatregelen te nemen, bijvoorbeeld door nestkasten op te hangen, blijft nog wel bestaan. Behalve dat het tijd en kosten bespaart, heeft een SMP nog meer voordelen. Het draagt bij aan versnelling van de woningbouw en de energietransitie, omdat bouwprojecten niet meer vertraagd worden door langdurige soortenonderzoeken. In plaats van de ad hoc bescherming van de natuur bij specifieke ingrepen, zorgt een 10-jarig SMP voor duurzame natuurbescherming. Een gemeente met een SMP voorkomt dat inwoners met bouw- of renovatieplannen duizenden euro's moeten betalen voor onderzoek, leges en bijkomende kosten. Ook is het met een SMP eenvoudiger om inwoners te betrekken bij de vergroening van de leefomgeving en bescherming van planten en dieren. De provincie Utrecht verleent subsidie aan gemeenten die een SMP opstellen. De gemeente kan de kosten natuurlijk ook nog delen met woningcorporaties en projectontwikkelaars. Omdat deze partijen veel bouwen, hebben zij uiteraard veel baat bij een gemeentebrede ontheffing. De gemeentewijk bij Duurstede, Amersfoort en Zeist hebben al een SMP. Is jouw gemeente de volgende die een SMP opstelt voor een gebiedsgerichte ontheffing? Kijk voor meer informatie op provincie-utrecht.nl/smp. Dat was dan de provincie Utrecht. En wij zitten hier natuurlijk Flevoland te vertegenwoordigen met elkaar. Hè? En is dat een aanname, een goede aanname, dat het in Flevoland misschien nog net iets anders in zijn werk gaat? Of kan gaan? Nou, ik heb het filmpje net gezien, maar ik denk dat het in Flevoland gelijk zou kunnen gaan. Het is wel zo dat in Nederland is Utrecht op dit gebied een beetje koploper. Ze hebben ook al een filmpje gemaakt, zeg maar. Dus dat geeft ook wel aan waar ze al staan. Binnen Flevoland hebben wij het project Nahuisolatie en beschermde soorten. En dat draait al een jaar. En we zijn nu... Nou ja, de gemeente Lelystad heeft inmiddels een SMP. Ja, daar komen we straks natuurlijk op. Ja. Maar de andere gemeenten zijn hier wel mee aan de slag. Ja. Dus ze willen wel een SMP gaan opstellen. Ja. Eigenlijk denk ik dat zeker voor ons als provincie ook wel echt een meerwaarde heeft. Hè? In die zin dat het ook echt wel vanuit de provincie iets is wat we zouden kunnen stimuleren. Omdat juist ook die doorlooptijden, juist ook inderdaad in die woningbouwprojecten, maar ook bijvoorbeeld inderdaad rondom de energietransitie, zoals in het filmpje al zei, dat je daar ja, behoorlijk wat tijd kunt besparen, maar vooral ook geld voor de mensen die dit allemaal moeten aanvragen. Ja. En ik denk dat je daarmee ook wel structureel, en hier wordt al gesproken voor 10 jaar, de natuur op die manier ook goed in beeld hebt en ook goed kunt beschermen. Dus het mes snijdt hier echt nadrukkelijk aan twee kanten. Ja. Dus ik denk dat zeker voor Flevoland iets is waar we echt ook wel inspanning op gaan zetten om dit samen met de gemeentes ook vorm en inhoud te gaan geven. Mooi doel. Ja. Ja. Je noemt al natuur, hè? Natuur komt. Jij bent van het landschapsbeheer en dan denk je landschap, buiten, landschap, hè? Echt gewoon letterlijk het landschap. Maar wat is nou jullie rol als je... Waarom zit je nou hier aan tafel als we het hebben over natuurvriendelijk isoleren? Nou kijk, het belangrijkste is natuurlijk dat wij zeggen van ja, we willen samen met mensen aan de natuur werken en het landschap. Maar de natuur is ook gewoon in de stad. Dat vergeet mensen wel eens, maar dat is echt een belangrijk deel aan het worden van de hele samenleving die we hebben. En wat we natuurlijk op dat filmpje natuurlijk ook zagen is van het kan best heel veel ergernis opleveren als je natuur in de stad hebt. Want het vertraagt, je moet allerlei dingen regelen. En daar zijn wij natuurlijk ook voor, dat we willen dat mensen genieten van de natuur. En dat betekent ook een beetje ontlasten. En het is natuurlijk het leuke dat we dan samen met de provincie kunnen nadenken van hoe maken we nou een project waarbij het de mensen makkelijker maken. En toch de natuur zo goed mogelijk beschermen. En wat moeten mensen dan doen als ze
ja, zeg maar isoleren tegenwoordig. Er wordt zoveel reclame voor gemaakt. Oh, spouwmuurisolatie, kun je even regelen, zo klaar. Maar zo werkt het eigenlijk dus niet. Nee, eigenlijk als je... Kijk, wat wij hier in Flevoland nu hebben afgesproken samen met de provincie... is dat we zeggen van, nou kijk, mensen die willen na-isoleren... die moeten bij ons zich melden. Wij kijken eigenlijk naar dat huis. Wij kijken van... Bij ons is echt landschap binnen Flevoland. Ja, en wij kijken dan naar dat huis. En dan kijken we van, wat weten we van dit huis? Want er zijn gemeentes die echt heel veel onderzoek doen in de stad... waar al die beschermde soorten zitten. En wat je bij die SMP's ook zag, van je moet dat eigenlijk weten. Nou, er zijn een aantal gemeentes in Flevoland die dat goed geregeld hebben. Dus je kan zo kijken van, oké, dat huis waar we het over hebben... Wat weten we van dit huis? Zitten er hele bijzondere soorten? Zo niet, dan kunnen we eigenlijk die SMP, het na-isolatieproject starten. En dan kunnen we dus kijken van, oké, en dan kijken wij van, nou ja, wat zou hier kunnen zitten? Wat gaan die mensen nou doen? Dus we gaan met die mensen in gesprek. En dan gaan we uiteindelijk bepalen van, oké, dan gaan we deze mitigerende maatregelen nemen. Deze voorzieningen treffen voor die soorten als je gaat na-isoleren. En we gaan met hun bepalen van en op welk tijdstermijn ga je dit nou precies doen. En want Nicolai zei het al, de kwetsbare periode. Ja. Dus de periode dat ze jongen hebben, die vleermuizen bijvoorbeeld. Ja, dan wil je eigenlijk geen werkzaamheden doen. Maar er speelt bij dan na isoleren ook nog een tweede probleem. Je moet zorgen dat die panden vrij zijn van vleermuizen in dit geval. Die zijn maar klein, hè? Ah, die zijn heel klein. Ja, je kunt er wel even een plaatje van laten zien. Om te merken van... Je ziet ze wel eens vliegen. Altijd zie je ze bij de schemering wel eens vliegen. Kijk, en die vleermuizen, dat gaat om deze soort. Dat is de dwergvleermuis. Eigenlijk gaat in bijna alle gevallen om de dwergvleermuis. We hebben in Flevoland 10 soorten, maar dit is wel de belangrijkste. En die is zo groot als een lucifersdoosje. Ja, dus ze hoeven maar een heel klein spleetje te hebben. En hij kan erin. Dus eigenlijk zeggen we... Over het algemeen kun je niet uitsluiten dat een huis geen vleermuizen heeft. Dus moeten we eigenlijk bijna in alle gevallen zeggen van ja, je moet maatregelen nemen. Maar die reclamecampagnes die we dan wel eens zien, hè, van nou bel vandaag, morgen. Dat is helaas niet het geval. Als particulier zijn, als je dat zou zien, dan zou je denken nou, hartstikke mooi, het is geregeld. Maar in feite is dat dus inderdaad echt een valkuil. De boodschap is echt dat mensen echt op tijd moeten beginnen. En dat zeggen ook al die na-isolatiebedrijven. Die zeggen van ja, de mensen bedenken dat in de herfst, als de winter eraan komt, gaan na-isoleren. Ja. En dan hebben we wel een probleem, want je hebt maar een korte periode waarin je kan zorgen dat die vleermuizen eruit kunnen voordat de winter komt. In de winter zijn ze inactief in de spouw, dus dan doen ze helemaal niks. Dan krijgen ze dus ook niet uit. En dat betekent dus dat we op tijd moeten beginnen om die vleermuizen eruit te krijgen. Wil je in de winterperiode dus iets kunnen doen? Zorgen voor vervangende woonruimte. Ja, je moet vervangende woonruimte zoeken. Ja. En ik vind het dan wel bijzonder, want het is een beetje een eye-opener. Hè? Van, je moet je melden als particulier voordat je gaat isoleren. Voordat je wil na-isoleren. Ja. En de nieuwbouwwoningen vallen daar buiten natuurlijk, maar niet allemaal. Nee, wat ik even wil toevoegen. Hè? Dit project in Flevoland zijn we vorig jaar gestart. Ja. Dus dat draait echt al een jaar. Samen met Landschapsbeheer. Maar in het najaar is er een Kamerbrief van de minister geweest over natuurvriendelijk isoleren. En die heeft daar eigenlijk een werkwijze, natuurvriendelijk isoleren, nou ja, een landelijke werkwijze van gemaakt. Die weliswaar grotendeels overeenkomt met de werkwijze die wij al in Flevoland aan het toepassen waren. Hè, maar omdat die nu landelijk is, krijgt dat ook meer... navolging, zou ik maar zeggen. En verwachten jullie dan ook dat het in de media, in de Postbus 51 spotjes bij wijze van spreken, dat daar dan ook de aandacht voor gaat komen? Van dat je dat moet melden bij in Flevoland en bij Landschapsbeheer Flevoland? Nou, wat er nog bij hoort, hè, want wat ik nog even mist hier aan tafel, is zeg maar hè, dat het natuurvriendelijk isoleren, dat kan ook uitgevoerd worden door een isolatiebedrijf die dat ook kan. Zeg maar. En als je zeg maar, als particulier daarvan gebruik maakt, dan ben je dus in feite ook verzekerd dat dus op een goede manier... Ja, dat sluit aan bij wat jij zei, hè? Van je moet zorgen dat je een bedrijf hebt die ook weet wat die wanneer mag doen. Ja, dat is echt een belangrijk gegeven. Daar moeten ze zich aan houden. En anders kom je niet aan de voorwaarden van dit project. En dan moet je een heel ander traject in. Ja. Ja, het mooie is wel te zien, hè? Want die Kamerbrief inderdaad, dat is een voortvloeisluit inderdaad, die natuurinclusiviteit. Hè? We hebben in Nederland ook de agenda natuurinclusief. Mm-hmm.
Waarbij we eigenlijk op 9 domeinen zeggen van nou ja, daar moet je rekening houden met de natuur. Dus dat gaat van bouwen tot energietransitie, maar ook bijvoorbeeld in welzijn. Hè, van hoe kunnen we een aantrekkelijke woonomgeving maken met groen, zodat het ook de gezondheid en het welzijn ook ten goede komt. En het is wel een ontwikkeling die gaande is, maar waarbij je juist bij dit onderwerp ziet dat na-isoleren en isoleren, dat nog wel eens in de knel komt, omdat mensen daar onvoldoende kennis van hebben. Want precies wat jij zegt, hè, er vliegt en er is heel veel in de bebouwde omgeving. Maar heel veel mensen beseffen dat niet. Nee. Dus het is wat jij noemt, daar zou best wel meer aandacht ook voor mogen. Want nou ja, we tekenen als provincie zijn de ontheffingen. Nou, het is een van de ontheffingen die ik het meest moet aftekenen. Ja. Deze ontheffing, om zo maar te zeggen. Omdat het gebeurt veel, maar ik denk dat het toch ook nog wel, en dat zeg je in alle eerlijkheid, op veel plekken niet gebeurt, terwijl het wel zou moeten. Ja. En daar lopen we echt wel, moeten we echt aandacht voor hebben. Ja, je moet je voorstellen dat 1 op de 10, 1 op de... Nou ja, 20 woningen, daar zitten gewoon vleermuizen in. Dat vergeet iedereen. Iedereen heeft er geen enkel idee van. Maar en je ziet ze dus inderdaad, als je in de zomertijd buiten in de schemering zit, dan zie je ze vliegen en je goh, wat mooi zeg. Ja. Maar niet realiserend, ze kunnen net zo goed in mijn eigen huis zitten dus. Ja, ja. En ook in de nieuwbouw, hè, dat merk je in Flevoland natuurlijk. En dan dat stapje naar de nieuwbouw. Je hebt dan ook die kasten die je aan de muur hebt, maar tegenwoordig kunnen ze dus ook al integreren. Ja, dus wat ik in de muur. Wat ik bij die mensen die na isoleren dus ga bespreken is van hoe wil je dat dan gaan doen? Hè? Hoe wil je dan een verblijfplaats maken voor die vleermuizen? Dus ik kijk naar hun constructie, ik kijk naar hun plan. En dan zitten we echt met elkaar aan tafel. Zo van, ja, wat gaan we nou doen? En er zijn vrij simpele oplossingen. Hè, als een kast tegen de muur aanhangen. Maar het kan ook zijn dat ze uiteindelijk iets inbouwt. Je ziet hier bij het plaatje uiteindelijk een soort brievenbusje bij dat bovenover. Er zit een soort brievenbusje boven de naam en dat is het vleermuisverblijf. Ja. Maar je kunt ook, dat is bij na-isoleren eigenlijk nog makkelijker, met borstels. Dan kun je aan die isolatiebedrijven gewoon vragen. Je moet met borstels een gebied afbakenen binnen de spouw waar die vleermuizen kunnen zitten. En dan maak je dus als het ware een ruimte waar je niet na-isoleert, maar waar die vleermuizen dus wel in kunnen zitten. Ja. En dat lijkt op dit moment toch wel de makkelijkste methode om iets te realiseren. Ja, wat mooi. En nou ja, in dat filmpje ging het, wat we gezien hebben, ging het ook over, werd genoemd, de versnelling van de woningbouw, de energietransitie. Maken we de overstap van dat de particulieren zich bij landschapbeheer, bij jou wou ik zeggen, maar bij Landschapsbeheer Flevoland moeten melden. Maar jij komt van de gemeente Lelystad. Hoe is dat dan voor bedrijven? Eigenlijk net zoals voor particulieren, die hebben dezelfde obstakels. En je hebt een onderzoekplicht, je hebt een ontheffingplicht. Nou, die lasten, die kopzorgen, die willen we eigenlijk bij die mensen wegnemen. Nou, daarom hebben we als gemeente Lelystad, hebben wij vanaf 2021 zijn we bezig geweest om dat SNP te regelen. Dat hebben wij afgelopen jaar afgerond. En het SNP aan zich is een document wat ervoor zorgt dat die populaties zich positief ontwikkelen. Alleen dat is nog niet voor die particulieren een werkbaar document. Wat daaruit volgt is de gebiedsontheffing. Nou, die gebiedsontheffing, daar ben ik als beleidsadviseur actief mee bezig om met Nicolai te regelen dat wij dat voor handen krijgen. En daarmee bedrijven, particulieren en ook de woningbouwcoöperaties kunnen ontzien van die onderzoek. Ja. Je ziet nu een kaartje, zeg maar. Is dat nou de hele gemeente Lelystad? Of is dat nou het deel waar jullie dan die... je ziet hem hier achter je ook de ontheffing voor willen verlenen. Ah, dit is een kaartje en dit is precies de begrenzing van het SNP. Het is niet uitsluitend de bebouwde kom. En het is ook niet uitsluitend gemeentegrens. Want gemeente Lelystad is veel groter. Het is alleen de regio waar het grootste deel bebouwde omgeving aanwezig is. Nou, en dat is dus niet alleen woningen, maar ook bedrijven? Ja, zeker. Het MKB willen wij absoluut meenemen in de ontheffing. Zodat een bedrijf kan aansluiten, gebruik kan maken van de ontheffing. En dus in een versneld traject kan isoleren. En daar ben ik ook benieuwd. Hè? Want in het filmpje was ook inderdaad, je noemt inderdaad terecht bedrijven en ontwikkelaars en dat soort dingen. Dat die ook mee gingen betalen aan het plan wat dus een gemeente doet. Dus, want dit kost de gemeente Lelystad geld. Hoe hebben jullie dat ervaren in Lelystad? Want inderdaad, de woningbouwstichting, de ontwikkelaar, heeft hier profijt van. En hebben jullie ook bij hun aangeklopt van, nou ja, delen jullie mee in de kosten?
We hebben een goede afspraak gemaakt met Centrala, de grootste woningbouwcoöperatie in Lelystad. We hebben afgesproken, oké, gemeente is de ontheffinghouder en wij vragen de ontheffing aan. Maar Centrala kan gebruik maken van die ontheffing. Alleen aangezien Centrala in grote aantallen gaat isoleren en dus hele woonblokken doet, in plaats van waar een particulier er maar één doet, draagt Centrala bij door voorzieningen te treffen in de woonblok. En dan kunnen ze veel grotere voorzieningen treffen dan een simpele particulier kan doen. Ja, een tussenwoning, daar kan je niet een grote voorziening plaatsen. Jeroen die had het net al over de dwergvlimhuizen en dat is de soort die vrij gemakkelijk te mitigeren is, zoals we dat noemen. Maar een zeldzamere soort, een grotere soort, de laadvlieger, ja, die is een stuk lastiger. En dan moeten we echt actief met de provincie, met de gemeente, met Centrale bovenop blijven zitten, dat we die soort goed kunnen verplaatsen van de verplaatsing. Je doet dan eerst zeg maar ook een in dat onderzoek zit dan ook van welke soorten hebben we die beschermd moeten worden. Dat komt in jullie onderzoek, komt dat dus naar voren? Ja, ja. En het SNP zelf is gebaseerd op jarenlange monitoring. Jeroen zei het net al. En de ontheffing is gebaseerd op basis van potentie. Van welke soorten zouden er nou kunnen zitten in deze type gebouwen? Ja. Nou, zoals je kan zien op het plaatje achter mij hebben wij in het SNP meer soorten opgenomen dan eigenlijk volgens de wet streng beschermd zijn. De vleermuizen, gierzwaluw, huismussen. Maar wij als Lelystad hebben echt een waarde bij de zwaluwsoorten, dus de boerenzwaluw en de huiszwaluw. En wij hebben een wens om de populatie van de spreeuw uit te breiden. Dus die soorten willen we eigenlijk gewoon net even dat stapje extra voldoen. Dus die hebben we meegenomen. En daar treffen we dus ook de voorzieningen voor. Ja. Ja. Realiseren mensen zich of bedrijven, particulieren, realiseren die zich wel dat het dus altijd verder gaat dan alleen maar die vleermuis die je in de schemering ziet vliegen. Dat het dus ook om de vogels gaat. Dat denk ik niet. Ik heb zelf ook vaak onderzoek buiten gedaan. En als je dan met de bewoners in gesprek gaat. Ja. En zegt van, waar doe je nu onderzoek naar? En dan zeg je dat je onderzoek doet naar de gierzwaluwen. En je legt uit welk type geluid ze maken. Hoe je ze kan herkennen. En waar ze dan daadwerkelijk verblijven. Zijn mensen altijd heel gemotiveerd van, daar heb ik eigenlijk nog nooit naar gekeken. En als je eenmaal het geluid van een gierzwaluw hebt herkend. Dan ga je dat in de zomer, als je in juni op een terrasje zit. Dan ga je ze horen 's avonds. Dat is echt een hele leuke ervaring. Ja. Wat mooi. Ja. En om al die dieren een goede plek te geven, je hebt voor ons een voorbeeld meegenomen van ergens uit Den Landen. Ja, zeker, zeker. Dit is een heel mooie weergave van hoe een natuurinclusieve wijk eruit kan zien. Mooi groen, maar toch met nieuwbouw. En waar wij eigenlijk vanuit het SNP en de gebiedsontheffing streven naar behoud van verblijfplaatsen, willen we ook bij de nieuwe locaties gelegenheid bieden aan de soorten. En hier kan je het zien, de gierzwaluw met de kasten erachter, het huismus met de kast erachter en ook de vleermuis met de kast erachter. Ja. En zo kan je toch een heel natuurinclusieve wijk realiseren. Ook is het nieuwbouw. Ja. Natuurinclusieve wijk realiseren. En nou ja, er werd al even genoemd, hè, jullie zijn een voorloper in Flevoland. Wij zijn De eerste gemeente in Flevoland die zo daarmee aan het werk is. Maar er zijn al initiatieven ook voor Flevoland breed. Ja, we hebben in januari een symposium gehad over dit onderwerp voor alle gemeentes. Harold heeft de aftrap daar gegeven. Ja. En wat je eigenlijk aan de hand daarvan ziet, en ik denk dat de Kamerbrief van de minister zeker ook heeft geholpen. Maar gemeente Almere vanuit de RES eigenlijk het voortouw hebben genomen. En met de andere gemeentes in gesprek zijn gegaan van zullen we dit niet gaan coördineren? Zullen we niet eigenlijk een SNP-coördinator gezamenlijk aanstellen? Nou, ja, daar vinden nu gesprekken over plaats. Is nog niet zo ver, maar ze zijn daar wel concreet met Arcadis bijvoorbeeld over in gesprek. En die vinden dat ook heel interessant, omdat ze eigenlijk dan in één keer een heel aantal gemeentes eigenlijk ook kunnen bedienen. En dat is voor hun ook veel interessanter dan hier en daar een gemeente, zeg maar. Precies, en dan zorgen samen om Flevoland zo natuurvriendelijk mogelijk te houden ook. Ja. Aan ja, jou vooral het antwoord, Jeroen, daarover. Nou ja, het zou mooi zijn als we langzaam zeker een stad krijgen met echt heel veel natuur erin, waarbij iedereen kan genieten. En ik denk, sommige mensen zullen zich ook wel afvragen van waarom doen we dit eigenlijk allemaal. Maar het kan je ook een heleboel ellende besparen in de vorm van muggen en dat soort zaken. Oh ja, ja. Wat dat betreft is het heel mooi als de natuur gewoon een mooie plek krijgt in zo'n stad. De natuur krijgt een mooie plek in de stad. En daar zijn jullie allemaal hard voor bezig. Dankjewel Jeroen. Dankjewel Nicolai, dankjewel Mark voor dit mooie gesprek. Wil je meer weten over dit onderwerp? Natuurvriendelijkisoleren.nl. En natuurlijk kun je naar de website van Landschapsbeheer Flevoland. En in het geheel afrondend danken wij iedereen die hier meegewerkt heeft
aan dit mooie kenniscafé. Harold, dank je wel dat je mijn tafelgast was. Leuk. Naast alle andere mooie gesprekspartners die we samen hier hadden. Meer informatie over de VEA, vea.nl. En dank natuurlijk aan de studio voor de goede ontvangst en de fijne samenwerking. Ook de mensen van de provincie en alle tafelgasten. Dank jullie wel en dank u voor het kijken. Blijf betrokken bij de VEA en bij alles wat er op uw pad komt rondom de energietransitie.